Hallo, fijne dag, mijn beste koetjes. En welkom bij een nieuwe aflevering van Empire Total War Battles. In deze aflevering gaan wij deze piraten uit hun huizen schoppen. Want wij willen deze stad en kolonie hebben. We vechten momenteel tegen 240 man, terwijl wij de 360 hebben. En hun zijn pirate mobs, die denk ik niet zo heel erg sterk zijn. Want dat zijn mobs, dus in principe hebben ze gewoon een aantal mensen die er wonen, hebben ze uit hun huizen gerukt. 240 wel te verstaan. Die geweer geven en zeggen van, daar komen de Nederlanders aan. Jullie gaan op hun schieten. Maar ze zullen waarschijnlijk ook wel hard gaan vechten tegen ons, want het is toch hun thuis en zo. We kunnen ook even twee beurten wachten totdat ze zich overgeven. Maar dat vind ik niet leuk. Dan zal ik deze aflevering niet gestart ook. Dus laat dat maar eventjes doen. We hebben gewoon 360 man, goed getraind. Het zijn wel misschien Colonial Militia, maar het, of Colonial Rifleman, of hoe ze ook mogen heten, Musketman. Maar ik denk dat het wel moet gaan lukken. We hebben de helft meer dan hun, dus het gaat gewoon om numbers. En wij zijn ook gewoon beter getraind. En ik had even mijn Colonial Militia er naartoe kunnen brengen. Maar dan denk ik ook van, nee, laat ook maar zitten. We zien wel verder. En nu momenteel het slagveld een beetje aan het laden. Deze game, de hele Total War serie, staat er altijd een of andere quote van een of andere generaal of staatsman of ik wat eronder. Soms staat er ook een tactiek hoe je dit en dat moet doen. Ja, deployment phase. Ik weet hoe dat werkt. Ja, wat het inhoudt, de deployment phase, is zoals jullie hier zien, gaan we dus deze stad hier veroveren. Dit is Tobogo en Trinidad, of hoe deze stad ook mocht heten, ik weet het niet meer. En ja, hier is dus het doel dat het verdedigd wordt door hun. En onze deployment zone is dus, even kijken, waar is mijn leger? Is deze oranje lijn hier zo? Dacht ik, eens even kijken, waar zijn mijn soldaten? Ja, hier zo, ja, raad hem af. En tot zover kunnen wij onze mannetjes dus neerzetten. En hier hebben we dus onze colonial, wat is het nou, colonial line infantry. En ze hebben een mooie Nederlandse vlagje zo, die wappert leuk de lucht in. Vind ik ook leuk in deze game, want de vorige game had je dat dus niet zo. En er zit ook zo'n geinige trommelaar bij, dit is de kapitein van zijn squad. Want hij heeft dus ook zo'n mooi zwaard bij zich, die groter is dan ik dacht. Ik dacht eerst zeggen dat ze sabels hadden, maar ze hebben dus gewoon ook echt zwaarden. Ja, maar goed, wij kunnen dus deze hele lijn kunnen we soldaatjes opzetten. En dat is dus het doel dat we de vijand uitschakelen. Het is niet een of andere zone die we dienen te cappen of zo. Nee, het is gewoon vijand doden. Een heel wat kerk hier trouwens. Maar ja, maakt niet uit. We gaan dus lekker beginnen. Ik ga denk ik gewoon allemaal mannetjes op één legterrein zetten. Zo. En dan gaan we maar leuk aanvallen. Gewoon even een lange lijn. We kunnen ze dus ook in een of andere formatie zetten, dacht ik. Of dat kan niet. Ja, we kunnen ze dus ook groepen. Laten we dat maar gewoon doen. Dus dit is onze combat groep 1. Dat wist ik. En daar zijn dus de piraten. En wat de game nu zegt van ja, als je op spatie drukt, dan zie je waar je dus waar je units naartoe geordend hebt. En dit zijn dus de piraten hier zo. Kun je ook zien in een piratenvlag. En staan hier met hun wapens. Ik weet niet of ze nou echt enthousiast zijn of niet, maar ze staan in ieder geval wel. Ja, we gaan dus even onze mannetjes op afsturen. Ik ga ze denk ik gewoon hier in een lijn neerzetten. En dan komen ze hier zo aangewandeld. En nu is ze ook op de trommel slaan. Boop. Deze man, hij is heel enthousiast. Hij kan ook mee vechten. Ik weet niet of hij een wapen heeft of zo. Of hij gaat gewoon met die drumstokjes slaan. Zou ook maar kunnen. Maar ik zie trouwens maar één piratengroep hier. Er waren er twee. Ik denk dat er nog ergens eentje verstopt zit. En dan kan hij ons dus mogelijk in de zijkant aanvallen. Maar dat maakt niet uit. En dus even kijken. We hebben dus die pirate mob. Die is momenteel niet echt bang voor ons of zo. Ze zijn niet in paniek. Terwijl onze mannetjes die zijn ook blij. Want dit is hun eerste gevecht. Er zijn vriendelijke units dichtbij. Dat wordt wel interessant dus. Ja, ja. Ik ga even de tijd wat sneller zetten. Want dan duurt het ook zo fucking lang voordat ze er allemaal zijn. Ik ga dat zo over die heg heen zo lopen. Hop, hop, ja, hop, ja, hop. Ja. Als dat ze allemaal tegelijkertijd eroverheen gaan, doen ze zo moeilijk. Ja, ik weet niet wat de range is op deze mannetjes, maar we zullen zien. Momenteel doen die piraten niet zo heel veel. Ze zien ons wel aankomen, denk ik, maar ze zijn nog steeds niet bang. Zal we wel het merendeel hebben. Of ja, in de meerderheid zijn wij Hollanders tegen die piraten. Oké, ze zijn er bijna zoals jullie kunnen zien. Want die groene dingetjes, die cirkeltjes, dat betekent waar ze uiteindelijk komen te staan. En dit is trouwens een range zie ik nu, dus we kunnen ze nog eventjes verder zetten. Dus, ja, weet je wat, ik zeg gewoon wel van, val ze even leuk aan. En dat, gaan ze nu ook sprinten of niet? Nou, deze loopt wel hard. Maar ze, ja, ze zijn ook aan het rennen, want ik wou natuurlijk dat ze een lijn bleven. Maar dat doen ze inderdaad ook gewoon, ja. Weer een aanslag en dan schiet ze een keer en dan duurt het een half jaar voordat ze herladen. Ik weet niet of de range is op deze mannetjes. Ik weet niet of je dat ook kan zien. Nee, dat kan je niet. Jammer, ik kan ook niet wegklikken of zo. Maar
In een Tyler Total War kan dat wel, maar bij deze niet. Maar ik denk dat wij meer range hebben, aangezien deze toch wel echt getraind zijn in gevechten. En die piraten, ja, misschien ook wel een beetje hoor, maar dit zijn gewoon burgerij die wapens gekregen hebben. Zeg, zoals ik al zei aan het begin van, kregen een wapen, zeiden daar zijn Nederlanders, schiet ze leuk af. Ze stelen onze aardappels. En wij willen onze aardappels terugclaimen. En nog steeds zijn ze niet bang, ze zien gewoon drie rijen eraan. Is er trouwens ook een generaal tussen, dus ik denk dat dit een generaal is. Deze man met zijn mooie hoedje. En dan hebben we geen drummer, dus dan weet je zeker dat wij al gaan winnen. Als ze komen eraan, stop en laat ze maar komen. Oh nee, ze schieten. Schiet terug. Oep. Hop, oké. Okay. Hebben we al wat gedood? Ja, daar vielen wat mannetjes neer. Plop. Ja, in ieder geval. Oh, hè? Daar is de tweede piratengroep dus gekomen. Die staat dus verstopt in de bosjes. Het zijn bosjespiraten. Het zijn letterlijk struikrovers. Die kogels zo grappig is die ook zo heen en weer zit vliegen. En eens even kijken. Ja, ze zijn niet zo blij. Ze hebben ook doordat ze aan het verliezen zijn. En ze worden momenteel beschoten, dus dat werkt ook niet zo goed. En ze schieten ook niet echt tegelijk. Wij ook niet trouwens hoor. Onze mannen schieten ook zo van wanneer ze willen. Wat niet zo gek is natuurlijk, want als ze herladen hebben, dan schieten ze. Pop! Die kogels vliegen heen en weer. En die mannen, ik vind het ook zo mooi. Die mannetjes daarachter die doen ook gewoon echt helemaal niks bij mij, omdat ze voor mij ten eerste niet in bereik zijn. En ten tweede, omdat ze dan, denk ik, degene die dan doodgaan zijn vervangen in dat geval. Kunnen ze ook eventjes verder zetten of in een bredere lijn neerzetten. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid, zodat ze meer damage in principe kunnen doen. Dus laten we dat doen. Hey, dit begint al bang te worden, dat is mooi. En oh, generaal is ook dood, of niet? Ja, Bernard Minks is dood. Ach, jammer, we hadden hem, liever had ik hem opgeknoopt aan de hoogste mast. Aan de hoogste paal in het dorpje. Maar dat is niet het geval. En ze vluchten, doei doei piraten. Ga maar weg. End battle. Nou ja, dat gevecht duurde dus 6 minuten. Dus jullie gaan bedankt kijken van deze aflevering van Total War Empire Battles. Laat een duimpje perfectie achter en abonneer op KoudJuice als je dit een leuke aflevering vond. Dus, ik zie jullie volgende keer weer. En schat daarom hier. Blijf loeien, beste koetjes. Blijf loeien.